Deze nieuwsuitzending die gaat over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Dan kan je bedenken, ja, maar dat weten we toch allemaal? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Er zijn nogal wat verschillen. Ik had een vriendin in die tijd. Toen was ik van mijn 28ste tot mijn 38ste ongeveer. Ik heb 10 jaar met haar samengewoond. En zij zei voor het eerst, als vrouw, hè, was het, die dan tegen mij zei, op het werk werk ik liever samen met mannen. Want tussen vrouwen is het altijd onderling gekift. En mannen zijn veel pragmatischer, maar ook flegmatischer. Ze kunnen allebei wel een beetje. En vrouwen raken veel eerder in paniek, of weet ik wel wat ze bedoelen. Maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik van, oh, is dat zo? Wat raar. En ik besteedde daar verder niet zoveel aandacht aan. Totdat ik daarna meer vrouwen dat hoorde zeggen. Dat ze het liefste samenwerken met mannen. En ik heb die drama's ook meegemaakt. Van die, op het werk, vrouwen die echt helemaal aan het huilen waren. En de moeder van mijn kind, die kwam dan thuis van haar werk. En als ze de keuken binnen kwam stappen, waar ik dan bezig was met het avondeten, dan had ze nog niet eens de jas uitgedaan, nog niet eens de tas afgedaan. En zei ze gelijk, pfff. Dat was 3 keer in de week was dat raak. En dan was ze doodop van het werken. En mannen en vrouwen, ze zijn verschillend. Ja, periode. Ik wil graag feministisch zijn. Ik wil ook een man kunnen zijn. Ik moet wel mogen, hoor. Nou, het mag ook. Een goede tip voor jou als vrouw. Leer een potje schaken. Kan je tegenwoordig via internet doen. Kijk je elke dag naar zo'n schaakfilmpje van Mato Jelic. Mato, zoals je het zegt. En Jelic is dan J-E-L-I-C. Nou, kijk je elke dag naar een filmpje van Jelic. Dat kost je 10 minuten. Nou, dan heb je van die schaaksites. En daar kan je helemaal gratis registreren. Allemaal toernooien. Kan ook een beetje voor de gein spelen. En dan ga je weer eens voor punten spelen. En dan wordt er een profiel van je bijgehouden. Dan kan je zien of je jezelf een beetje ontwikkelt. Leer een paar openingen uit je hoofd. Als iemand Scandinavisch gaat spelen, dat je weet wat je dan moet doen. En als je zelf Scandinavisch speelt, dat je dan weet wat je moet doen. De eerste zetten dan. Hè. Na een set of 10 of zo, dan ben je meestal uit de opening weg. En dan moet je echt gaan nadenken. Vrouwen mogen dat al. Voetballen, zeg het maar. Het is allemaal open en vrij. Ah, daar zie je niet zoveel vrouwen. Hè? Ze doen het wel, er zijn wel vrouwelijke schakers. Er is een hele beroemde, die heet Judith Polkar. En er zijn er heus nog wel meer. Kijk je naar de algemene verhouding tussen mannen en vrouwen in de schakenhallen, is meestal mannen. En waar het verschil vandaan komt, dat is eigenlijk zo logisch als wat. Het zou wel erg raar zijn als mannen en vrouwen dezelfde kwaliteiten hadden. Want ze hebben een verschillend lichaam. En ik heb zelfs gehoord dat als je een breinscan maakt, van een grote groep met mensen, en dan laat je aan een deskundige zien dat hij zo zegt, oké, dit is het brein, dat is van een vrouw, dit is het brein, dat is van een man. Hij kan het zo zien. De vorm van je hersenen. Jo, dat vind ik wel heel materialistisch gedacht wat je nu zegt.
Ja, dat is heel materialistisch. Ja, ja dat klopt. Is ook vastgesteld met allerlei puzzeltjes en alles, dat vrouwen op een andere manier naar een oplossing toe werken. Maakt niet uit wat voor een probleem het is. Ze doen het anders. Ik was met de moeder van mijn kind. Moesten we op relatietherapie. Ze stond echt zo'n beetje elke dag te tetteren. Ja, niet van alcohol drinken, maar van dit. Dat deed ze gewoon waar mijn dochter bij was. Ja, dan maar op relatietherapie. Kost je dan wel €95 per uur. Plus dat die vrouw, waar ik het dan over heb, die vond het logisch dat ik zou zorgen voor de auto. En dan moest ik er ook weer naar huis brengen. Nou, terug naar de werk brengen. Zat ze daar op een dag bij de therapeut. Dan had ze een groot probleem. Het ging over de opvoeding van ons kind. Ja, zegt ze. En hij is het nooit met me eens. Hij denkt altijd anders. Oh, zegt de therapeut. Nou, kan je een voorbeeld noemen? Nou, dat kon ze dan voor een keer. Ja, zegt ze. Als laatste was dit aan het hond en dat aan de hond. En ik dacht toen van, nou, dat gaan we zo en zo oplossen. En toen kwam hij met een heel ander idee. En hij wilde ook nog dat ik naar hem luisterde. Terwijl ik alleen maar dacht, ja, het is mijn idee niet. Toen zei die therapeut tegen haar, ja, dit voorbeeld wat je nu noemt, dat is nou een typisch voorbeeld van een vader die een ander idee heeft dan een moeder. Dit is klassiek. En waar gaat het dan om? Het regent buiten, maar het is niet al te koud, whatever. Nee, we doen er geen sjaal om. Dat is niet nodig. We gaan even snel heen en weer naar de supermarkt en we zijn zo weer thuis. Ja, maar het kind moet een sjaal om. Nou, nee, niet echt. Een kind moet ook dingen leren die risico's met zich meebrengen. Een boompje klimmen bijvoorbeeld. Dat gaan we lekker doen met je kind. Ja, maar straks valt mijn kind uit de boom. En dan breekt het een been. Nou, toch is het heel belangrijk dat je kind gevaarlijke dingen leert te doen. En doorzetten, en discipline. Als mijn dochter gestruikeld was en ze had een schaafplek op haar knie. En dan wilde ze een pleister. Oh. Als ik het niet echt nodig vond, dan kreeg ze geen pleister. En haar moeder is dan meer van, oh, er is zonder meer wat aan de hand. En ik ga een pleister verzorgen. Dat is heel mooi, er is niks mis mee. Ik denk dat ik tegen mijn dochter wel eens heb gezegd van, ja, als je moeder nou thuis was, dan had je een pleister gekregen. Maar van mij niet. Want ik vind het niet nodig. Mannen en vrouwen hebben dan verschillende insteken. En wat er gebeurd is, niet alleen in Nederland, maar in zo'n beetje alle westerse landen, dat er tegen vrouwen gezegd wordt van, dat ze onderdrukt worden en dat ze voor zichzelf op moeten komen. Dat ze zich als een man moeten gaan gedragen. En tot mijn stomme verbazing zie ik ook nog heel veel mannen die ongelooflijk vrouwelijk aan het doen zijn. Ach, mallert. En dan verdwijnt dat verschil in de maatschappelijke verhouding, maar niet in het echt. Een vrouw blijft een vrouw. En er zijn bepaalde beroepen, daar gaat nooit een meerderheid van vrouwen in werkzaam zijn. Denk aan de rioleringsdiensten. Aan de bouwvak. Het plaatsen van een keukenblok. Dat is werk dat wordt
typisch door mannen gedaan. En zo zijn er nog wel meer beroepen. Chauffeur op de internationale lijnen. Ja, daar moet je maar zin in hebben. Hè? Dan ga je op maandagochtend de deur uit. En dan moet je van je baas eerst naar Hongarije rijden. Daar krijg je een vracht mee voor Milaan. En dan van Milaan naar Marseille. En dan terug naar Breda. Ja, dan ben je dagen weg. En is dat gezellig? Nou, je zit in je eentje in een zoveel tonner truck. Dan moet je al die documenten nog in de gaten houden, anders krijg je gezeur bij de douane. En je eet wat aan het eind van de dag in een wegrestaurant. En dan ga je slapen in je cabine. Daar achterin, hè, zo'n vrachtauto heb je achter de stoelen. Meestal een slaapcabine voor die internationale jongens. Dan kunnen ze overnachten op een parkeerterrein bij een benzinepomp. Nou, in de regel vinden vrouwen dat niet een carrièreontwikkeling. En mannen, wow, die doen het wel. En dan zijn ze maar een week van huis. Overleven ze ook wel weer. Ze denken van, ach, ik krijg er goed voor betaald. En ik zit lekker droog. Niet als een bouwvakker op een bouwsteiger. Vloeren leggen. Tapijt leggen. Ja, dat zie je mannen doen. En die natuurlijke verhouding tussen man en vrouw, die is ernstig verstoord. Ik kan niet anders zeggen. Een vrouw hier in de buurt, die is altijd aan het verbouwen. En die maakt een herrie. Allemaal weer boren en dan hoor je weer die hamer, bang, 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 bang. En ik denk, oh, ze is weer bezig. En wat ze nou allemaal doet, ik zou het niet weten. Maar is ze lekker mannelijk bezig of zo? Ik denk dat als zij een man had gehad, had die man dat boorwerk wel gedaan. Die had in ieder geval als eerste een goede boormachine aangeschaft. Eentje met een hamerslag. Zodat je niet zo heel lang... Het duurt dan 3 minuten en heeft ze 1 gat erin zitten. Ja. Iemand met een hamerslag. En wat moet je daar nou tegen doen? Dat is niet makkelijk. Ten meer daar in het onderwijs. Dan wordt je kind geleerd dat er helemaal geen verschil is tussen jongens en meisjes. Het is allemaal hetzelfde. En de moeder van mijn kind, die kwam op een dag heel blij thuis. Dat ze had dan via opgevangen. Het rekenonderwijs voor het primaire onderwijs. Dat is dan vermoderniseerd met allemaal plaatjes erbij. Dan heb je praktijkvoorbeelden. Dus dan zie je een foto van een kist met aardappelen. En er zit een kartonnen kaartje in en er staat dan op 6 aardappelen voor 3 kwartjes... 8 aardappelen voor 90 cent. Zo. Wat is het goedkoopste? Nou, zei ze heel blij tegen mij. De meisjes, die hebben dan ook een kans. Die hebben dan kennelijk een soort sociaal verhaal nodig. Want, je gaat naar de kapper. Naar de zus en zo. Ja, zei ze, dat geïllustreerde rekenonderwijs, dat is heel positief voor meisjes. Die halen dan hogere cijfers. Oh, dat is eigenlijk raar.
meisje. En hoe zit het met jongetjes? Hebben die dat voordeel ook van geïllustreerde rekenboekjes? Dan keek ze me heel vuil aan. Toen draaide ze zich om en liep ze de keuken uit. Wat is dat nu weer van stomme vraag? Doen jongetjes het tegenwoordig ook toe? Ik heb ook nog op internet laatst, niet zo lang geleden, een vlammend betoog gehoord van Eric John Phelps. En Eric is met een C en John is zoals je het zegt. En Phelps is P-H-E-L-P-S. Een hele traditionele man. En die zegt, het gemengde onderwijs, daar moet je mee kappen. Nou, maar ja, maar niet doen. De jongetjes hebben op een andere manier onderwijs nodig dan meisjes. Op het primair onderwijs waar mijn kind zat, daar begonnen ze iedere ochtend met een kringgesprek. En aan elk kindje moest dan op een dag iets vertellen over wat hij het weekend had meegemaakt of die avond daarvoor. Nou, die meisjes die vinden dat allemaal heerlijk. Die jongetjes die zitten dus een beetje van, oh jee, wanneer ben ik aan de beurt? En dan vraag je aan zo'n jongetje, en hoe was het afgelopen weekend? En dan zegt zo'n jongetje, oh, dat was leuk. Ja, waarom was het dan leuk? Ja, ik heb wel leuke dingen gedaan. Ja. Ja, maar wat heb je nou gedaan? Ja, echt van alles hoor. We hebben buiten gespeeld, we hebben ook nog binnen gespeeld. We hebben nog een ijsje gegeten. Terwijl meisjes die gaan lekker vrij uit kletsen, joh. Waardoor die jongetjes, denk ik, een soort klein traumaatje oplopen. Van ja, die meisjes hebben altijd het hoogste woord. Ik stel helemaal niks voor. Het onderwijs en het personeel op het primair onderwijs. Wat ik heb gezien, dat was van de 20 leerkrachten, denk ik zo'n beetje. Eén man zat erbij. Ja, en de conciërge, dat was ook een man. Die liep dan in de rondte met een steeksleutel of iets anders. Beetje klein onderhoud te doen. Voor de rest alleen maar vrouwen. Ik denk niet dat dat gezond is. Ik zou eigenlijk terug willen naar de meisjes links en de jongetjes rechts. Misschien niet op het kleuteronderwijs, hoeft het misschien niet. Maar daarna zou ik zeggen van wel. Of dat je als ouder de keuze hebt om te kijken wat bij je kind past. Je zegt, nou, die van mij wil ik op gemengd onderwijs. Dan is het je keuze. Zo zou ik het willen. Maar dat gaat momenteel niet. We hebben niks meer te zeggen over ons onderwijs. Toen mijn vader op het middelbaar onderwijs terecht kwam, toen ging hij naar de HBS. De Hogere Burgerschool. En de meisjes die gingen naar de MMS. Middelbare meisjesschool. Nou, waarom niet? Ik heb mijn vader daar nooit over horen klagen, hoor. En het scheelt een hele hoop gesodemieter in de klas. Zeker als kinderen in de puberteit komen, dan gaan ze naar het andere geslacht kijken. In plaats van naar de wiskundeleraar. Kropjes gooien naar de meisjes en vice versa. Ik zou het graag teruggedraaid willen zien. Wat hebben ze? Het ouderonderwijs met de HBS en MMS.
de hogescholen en universiteiten wat er nog boven zit. Die willen ze allemaal vervangen. Tegenwoordig is het één pot nat, zou ik willen zeggen. Mammoetonderwijs kreeg je eerst nog. Daar heb ik in gezeten. Met de MAVO, HAVO en Atheneum. Dan had je nog LTS, dat zat er nog onder. Het allerlaagste. Oh, die meisje. Nee, de huishoudschool was al afgeschaft. Ja. En nu is het één grote grijze muk. En dan wordt het nog erger. Dat heeft niks te maken met mannen en vrouwen. Maar dat programma Weer Samen naar School. Dus dat je met kinderen, mensen van hele verschillende IQ, zo, geestelijke ontwikkeling, slimmigheid, die ga je allemaal in één lokaal zetten. Weer samen naar school. Met als gevolg dat mijn dochter, kreeg ik dan te horen van het onderwijs en personeel, mijn dochter is punt A behoorlijk slim. En punt 2, ze is erg beleefd. Ze steekt ze de vinger op met een vraag. En dan wordt er helemaal niet naar haar gekeken. En dan denkt zij, nou oké, dan ga ik het zelf wel proberen op te lossen. Met als gevolg dat zij vragen die ze gewoon had moeten mogen stellen. Waar had ze antwoord op moeten krijgen? Ja, dat kon niet. Want in de klas zaten allemaal van die druktemakers. Je heeft dit, je heeft dat. Ja, één grote puinhoop. Dus toen moest ik mijn dochter gaan leren om assertiever te zijn. Ze moest de aandacht van het leerpersoneel afdwingen. Niet zo tof. Dat oude in de Bijbel staat, dat de vrouw, dat is de helper van de man. Dat schiet al een hele hoop vrouwen gelijk een verkeerde keelgat in. Ja, dus ik ben een beetje een assistent van Albert. Of Gerard. Ja, inderdaad, dat ben je. Als de pleuris uitbreekt, moeten de mannen aan de slag. Zo is het. En jij als vrouw moet dat proces begeleiden. Natuurlijk mag je zelf ook dingen doen. Dus dat maakt helemaal niet uit. Als jij wil leren hoe je de olie moet vervangen van je autootje, dan ga je eerst laat je man dat eens even voordoen. Dan hoe doe je dat dan? En dan mag jij ook de olie gaan vervangen hoor. Wel je oude kleren aandoen. Als dat fout gaat, een overalletje aan. Zo. Week stevige schoenen. Je mag al die dingen wel, dat is het punt niet. Maar wat we nu hebben is dat het bijna verplicht is. Dat je als vrouw dan eigenlijk niet meetelt als je ook niet mannelijke dingen doet. Ik zou niet weten waarom. Dat moet. Er is toch niks mis mee. Ja, maar als de kinderen de deur uit zijn, wat moet ik dan? Ja, ga je alsnog werken, als je dat leuk vindt. Als jij je gezin goed gemanaged hebt. Dat je goed gedelegeerd hebt. Niet alles zelf doen, maar die kinderen aan het werk zetten. Naar vermogen. Dan heb je punt 1, heb je een heel makkelijke rol te vervullen als moeder. Want die kinderen die helpen al heel snel mee.
Die begeleidt je ook heel positief. Oh, wat fijn dat je dat gedaan hebt, Joris. Nou, wordt mama heel blij, hoor. Dan krijg jij vanavond als toetje dat wat jij zo lekker vindt. Namelijk een... iets met chocola, een ijs. Een banaan. Ja, dan wil dat jongetje wel. Die gaat wel even boodschappen doen voor mama. Als je dat goed kan managen, dan kun je met die ervaring, naar mijn mening, zo het bedrijfsleven instromen. Hoor. Word je hoofd van de buitendienst of van de planning of zo. Heerlijk baantje, mag je de hele dag aan de telefoon hangen met al die buitendienstmedewerkers. Of iedere buitendienstmedewerker goed weten wat de thuissituatie is. Dus als er ergens een spoedklus is en die jongen in wiens rayon die spoedklus is, die heeft net een kind. Terwijl die jongen uit het andere rayon, die is vrijgezel. Ja, dus die gaat het maar een keertje doen. En die moet er maar 100 kilometer extra rijden, dat is dan maar zo. En dat onthoud je dan. Dat je dat ingepland hebt. Dus een andere keer, dan staat het op de lat. En dan is dat die vrijgezel dan eens een keer in de problemen zit. Ja, dan hoeft hij niet s'avonds om 10 uur nog een keer met zijn bus en al zijn gereedschap de deur uit. Dan springt er maar een keer iemand anders in. Hoor. Een manager. Een heel bevredigend werk. En als je dat in één keer goed geleerd hebt in zo'n specialistische omgeving waar je al die specialisten aanstuurt. Wow, dan kan je volhouden tot je 70ste. Dus geen stress of zo. Jij hoeft alleen maar te plannen en die formulieren te verwerken. Dan kan je heel lang volhouden. Nou goed, wil jij elektrotechnicus worden? Dat kan natuurlijk ook. Als je dat echt graag wil. Voor de rest zou ik die mannen gewoon laten werken. Veel handiger. Ja, maar Piri, als ik alleen maar de assistent ben. Nou, je bent de assistent, CQ-manager. Je bent de secundaire, net als in een bedrijf. De specialisten, die zijn primair. Denk aan een softwarebedrijf, daar heb ik heel veel in gewerkt, in die techniek. Ja, het draait allemaal om de programmeurs. Zonder programmeurs heb je als bedrijf geen softwareproduct. En het management, dat is secundair. Maar je bent wel de manager. En dat kan jij dus ook zijn van jouw man. Dat is toch prima baantje? Ja, maar hoe zit het dan met zeggenschap? Nou, die heb jij al. Natuurlijk heb je zeggenschap. En in de regel dwing je dat op een andere manier af dan een man. Dus een man kan zeggen, ik ben de specialist hier. En als ik zeg dat het moet met PHP, dat is een softwareproduct, dan is dat zo. Geen discussie. Een specialist mag dat zeggen. Een manager niet. Die moet veel meer laveren. Een groep bespelen. Anders ben je een of andere dictator. En het zou mooi zijn als we dat weer terug weten te krijgen. Ja, misschien zou ik een prijsvraag uit moeten schrijven over hoe je dat aanpakt. Ik denk in het klein beginnen. Naar je eigen omgeving kijken. En ben jij een vrouw en heb je een leuke vriend. En denk je van nou, ik vind hem eigenlijk wel leuk. En ik zie het wel zitten. Om wat samen te gaan doen. Ga het er eens over hebben. Over hoe je dat aan gaat pakken. Zeker als je kinderen hebt. Of kinderen wil. En de moeder van mijn kind. Die vond eigenlijk maar één ding heel belangrijk. En dat was. Dat ze zo kunnen werken.
En je hebt een kind thuis. Ja. Dus dat werd kinderdagverblijf, 2 dagen in de week. Dan heb je nog 3 dagen over, hè, los van het weekend. En ik deed 1,5 dag was ik thuis met het kind. En zij ook 1,5 dag. Ja. In mijn geval kon dat. En ik vond het heel erg leuk om te doen. Het was echt geen straf. We hebben ook een heel erg leuk kind. Dat scheelt ook, ja. En waar komt het dan in de praktijk op neer? Ja, in mijn geval, ik deed elke dag de afwas. En 6 dagen in de week maakte ik de ontbijt. Ik stond als eerste op die dagen. En ontbijt maken, dat is ook de keuken even opschonen. En de katten eten geven. En 4 dagen in de week maakte ik het warm eten. Ik deed alle zwemlessen, want zij, die moeder hield niet zo van het lawaai van het zwembad. En dat is helemaal veel te veel herrie. Dat deed ik ook. De meeste doktersbezoekjes, tandartsbezoekjes. Want zij had die baan. En ik had natuurlijk ook een baan. Alleen, ik kon ook 's avonds werken en in het weekend werken. Ja, kortom, ik kon op dinsdagochtend wel even met ons kind naar de dokter. Als ze weer eens buikpijn had of zo. Ze is nooit echt ziek geweest. No? Ja, dus dat moest ik maar doen. Zij had dat niet een mogelijkheid voor. Al haar energie werd opgeslurpt door haar werk. En om nou te zeggen dat ze echt een heel leuk baantje had. Ik hoorde haar meestal over haar collega's. Dat er weer iemand had een kind gekregen. Ze had een been gebroken bij de wintersport. Kon dan niet naar het werk komen. Dus dan moest dat werk wel kortom al die dingen. Maar haar werk zelf. Wow, ik weet niet of ze dat zo leuk vond. Wat ze belangrijk vond, is dat ze haar eigen inkomen had. Nou, en heel klassiek zijn we gescheiden toen ons kind 9 was. Maar dat is meestal zo, hè, het moderne huwelijk. Dus, ja. Het is allemaal leuk en aardig als die kinderen klein zijn. Maar worden die kinderen wat zelfstandiger? Ja, dan denken die vrouwen van, kom, ik heb een eigen baan. Mijn kind kan inmiddels de afwas doen en die kan ook een keer een wasje draaien. Dan heb ik die man niet meer nodig. Dan kan die man de deur hebben. En na de scheiding, och. Ze heeft zich daar wel in vergist. Dat heeft ze zelf gezegd. Van wauw. Zo heel makkelijk is dat niet geweest. Voor haar. Voor mij ook niet. Ik werd het huis uitgezet en dan zit je met je mooie gedrag. En een kind wat helemaal overstuur is. Kinderen vinden het echt niet leuk als de ouders gaan scheiden hoor. Dus. En wat heb je er dan aan? Ja, maar er zijn ook mannen en die dumpen hun vrouw. Nou, daar kan je van tevoren een hele goede afspraken over maken. Dat als die man dan zo gek gaat doen dat hij het huis uitgaat, nou, dan krijg je een alimentatie en alles. Zeker als je niet gewerkt hebt. Je hebt altijd voor die kinderen gezorgd. Ja, dan krijg jij ook alimentatie. Dat lijkt me nogal iets. En je behoudt het huis. Ja. Dus ik weet het niet. Ik weet niet of dat allemaal zo'n geweldig idee is om als vrouw ervoor te kiezen dat je die nooduitgang hebt. Van, nou, als ik het niet meer leuk vind, dan trek ik aan de noodrem.
Dan krijg ik lekker mijn eigen zin. Je bent in je eentje verantwoordelijk dan. Zijn ze helemaal niet gedachten? Ik weet niet wat jullie ervan denken. Veel mannen van mijn leeftijd, die gaan helemaal niet meer met vrouwen om. Ze hebben allemaal een scheiding achter de rug of whatever. En die hebben zoiets, een ezel stoot zich in het algemeen. Geen twee keer aan dezelfde steen. Ja. Ja, een goede kennis van mij. Is dan ook van de man af. Nou, ze hadden een heel mooi huis. Flat was het. Een appartement. Echt prachtig. Met een balkon op het zuiden. En dat balkon over de hele breedte van het appartement. Ze konden eten op het balkon. Hele mooie open keuken. En in het centrum van Arnhem. Dus ja, je gaat beneden de deur uit en je staat gelijk tussen de winkels en alles. En leuke restaurants en leuke cafés. Dan zijn ze uit elkaar. Nou, toen moest dat appartement verkocht worden. En in die tijd had je zo'n ding met de huizenprijzen. Dus het was niet eens makkelijk om dat ding te verkopen. Ze hebben er zeker geen winst op gedraaid. Maar wel die hele verhuizing. En die man is verhuisd hier naar een plaatsje in de bossen. En zij heeft een woning gekregen hier in het centrum van Arnhem. Maar ja, die woning die haalt het niet bij die andere oude woning. En die wijk is ook helemaal niet zo mooi. Een beetje vies op straat. Veel drukke mensen die naar elkaar schreeuwen. En dan zit ze daar met haar kind. Ze is iets ouder dan mijn kind. Maar ze heeft geen boormachine. Geen decoupeerzaag, geen waterpas. Zelfs een ijzerzaagje heeft ze niet. Ze heeft wat schroevendraaiers, maar die zijn al versleten. Zijn die puntjes, die zijn eraf. Maar dan werken ze niet zo goed meer. Hè? Nou, dan heeft ze mij nog. Maar ik wil ook niet iedere keer komen. Ja, je hebt toch een boormachine? Ja, die heb ik wel. Het is wel 2 kilometer lopen naar haar. Met een boormachine over straat. En dan weer terug natuurlijk. Dus ik snap dat niet echt goed. Wat daar dan de lol van is om het zo te doen. Ja, zei ze, we waren uit elkaar gegroeid. Of zoiets. Ja, ik weet niet of dat nou de oplossing was die ze gekozen hebben, hoor. Je kan toch ook 2 slaapkamers nemen? En gewoon volhouden. Als ze dat had gedaan, dan had ze nu nog in het mooie appartement gewoond. En haar dochter is na die scheiding losgeslagen, dat denk ik zeggen. Die heeft al 2 keer in de gevangenis gezeten. En ze is iets ouder dan mijn kind. Ja, papa is weg, hè. Dat is ook zo'n eigenschap. Kinderen die in de jeugd niet een goede band hebben opgebouwd, niet een goede relatie hebben opgebouwd,
met name de vader, omdat dat altijd degene is die moet gaan wieberen. De kinderen die krijgen een probleem met het begrip discipline. Mensen met antisociaal gedrag, of psychopathisch gedrag, of borderline gedrag. Die hebben in die groep zit een opmerkelijk hoog percentage kinderen waarbij die vader niet bij die jeugd was. Ja, en wil je dat dan als moeder? Het risico wat je loopt. Want als die kinderen een keer op straat allerlei vriendjes en vriendinnetjes krijgen waarvan jij denkt van, oh nee mijn god, niet die. Ja, daar trekt zo'n meisje niks van aan. Hè? Die denkt, jij, mijn moeder, altijd met je gezeur. Ik ga gewoon wel om met Roberto. En dan hangen ze tot 12 uur s'nachts, 1 uur s'nachts, hangen ze op straat rond. En wat moet jij als moeder? Je kind aan de ketting leggen? Dat zijn risico's die je neemt. En heb jij een kind wat losgeslagen is? Ja. Dan kan je zeggen, ja, dan moet de overheid moet dat maar gaan corrigeren. Ja, dan komt zo'n kind dus in de jeugdgevangenis. Dat heb ik meegemaakt. En wat leert dat daar? Ja, geen wiskunde of natuurkunde. Een lekkere cake bakken. Dat zit er dan niet in. En wel dingen als alcohol drinken. Maar hier in Nederland mag je wiet gebruiken. En tabak roken natuurlijk. Een ledig bestaan. En wil je dat als moeder? Ik zou zeggen van niet. En hoe moet je dat oplossen? Ja, je moet die vader in beeld houden. Ja, maar op tv dan zie ik mensen die hebben een heel interessant leven en mijn leven dat is maar saai. Het punt is, het leven is helemaal niet zo exciting zoals je op tv ziet. Dat zijn sprookjes. Het leven is eigenlijk best saai. Het is altijd weer een keer maandag. En we zouden op vakantie, maar dat kan dit jaar niet. En wat moeten we nu doen? Ja. Volgend jaar op vakantie gaan dan? Het is moeilijk om daar genoegen mee te nemen, dat snap ik ook wel. Iedereen wil een exciting, opgewonden, exciting, opwindend leven. Dat zit er meestal niet in, hoor. Het is meestal maar heel gewoon. Je moet zelf een beetje verzinnen dat je leuke dingen gaat doen. Toch, af en toe dan. Ja. Maar dat is jouw ding. En daarvoor is het niet altijd handig om een scheiding te gaan doen. Want dan is alles kapot. En in de regel komt dat niet meer goed. Een relatie hebben met een ander is dat je een ander goed leert kennen. En goed leren kennen betekent aan de ene kant goed opletten. Dat je ook echt weet wat je partner doet. Een keer aan je partner vragen van, en hoe gaat het eigenlijk op het werk? Jullie waren toch bezig met die offerte voor die klant in Düsseldorf? Is dat nog doorgegaan?
Dan leer je die andere gedetailleerd kennen. En dan goed leren kennen, dat is de tweede betekenis daarvan. Is dat je hem op een goede manier leert kennen. Want hij zal dingen doen waarvan jij denkt van, hé, waarom doe je dat? Nou, dan stap je op hem af en zeg je, goh, ik snap het niet. Maar waarom deed je nou zo en zo? En dan niet gelijk boos doen, hè, gewoon vragen. Nou, zegt iemand, dat heb ik daar en daarom gedaan. Oh, ja. Oh, nou snap ik het. Ja. Mekaar goed leren kennen. Dat we jaren en jaren volhouden. Ja, die jeugdige schoonheid die gaat eraf. Dat is dan ook weer zo. Uiteindelijk word je dan zo'n grijze mus die over straat loopt. Zonder dat er ook maar iemand naar je kijkt. Dat was vroeger wel anders toen je 18 was. Je kwam binnen op een feestje en iedereen keek altijd naar jou. En deel je dat hele leven, dan heb je elkaar goed leren kennen als je dat goed doet. En dan heb jij een relatie. Ja. Dan kan er nog steeds van alles fout gaan. Hè? Je man kan van een bouwsteiger afvallen en zijn rug breken. En dan moet jij hem de rest van zijn leven in een rolstoel over straat duwen. Ja, dat is een beetje tegenvallig, maar het hoort er wel bij. In voor- en in tegenspoed, zeggen we dan. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke beschouwing vonden over het verschil tussen mannen en vrouwen. En hoe dat ontaard is, naar mijn mening. Dus, er is helemaal niks positiefs aan vrouwen die per se moeten werken. Of mannen die per se de afwas moeten doen. Eigenlijk is dat oude model zo slecht nog niet. Nou, en op zijn Hamburgs, zaak ik dan. Tjus. En dag lieverd.